Wat is voor jou het bijzondere van Kevelaar? Elk heiligdom van Maria heeft zijn eigen charme. Maar ik vind Kevelaar iets intiems hebben, iets romantisch. Dat bijzonder voor mij bijzonder geliefd maakt. Hoe is die Maria-verering hier begonnen? Ik dacht dat het berust op een dubbel visioen in 1618 van de marskramer Busman, die op weg was naar huis. En in de vallende avond op een kruispunt van wegen zijn avondgebed deed. En toen een stem hoorde zeggen: gij zult mij hier een klein kapelleken bouwen. Doet onze lieve vrouw van Kevelaar iets speciaals? Nou, het zit zo, dacht ik, zij wordt genoemd Consolatrix Afflictorum. Troosteres der bedroefden. Die treusterin der betrupten. En u moet rekenen, het was in de Dertigjarige Oorlog. Grote delen van Duitsland waren gebrandschat, verwoest, geplunderd. Pest en andere ziektes woeden. En er was eigenlijk helemaal geen hoop meer. De mensen wilden eigenlijk niet een echt wonder hebben. Ze waren al tevreden met iets of iemand, een teken, waardoor zij in hun lijden en hun verlies getroost konden worden. Ook nu, in de roerige jaren 80, vinden veel mensen troost bij onze lieve vrouw van Kevelaar. Ja, die beschützt ons, dat is de troosterin